vroege ochtend van zondag de 6e juli 2003 en er werd gewerkt aan de rand van de sportvelden op het Udense Moleneind. Kunstenaar Antoon Versteegde onderbrak het werk nauwelijks toen we hem vroegen of hij voldoende medewerking bij het maken van het bamboekunstwerk kreeg. Er zijn ik denk 60 of 70 mensen geweest die gisteren meegewerkt hebben. In ieder geval die meerdere uren, dus sommige zijn maar een paar uur geweest, die konden niet langer. Maar de meesten hebben toch een shirt verdiend, want die zijn allemaal op. Die hebben de hele dag meegewerkt aan dit project. Dus iedereen die meewerkte, die kreeg een shirt aan en zodoende kon je zien hoeveel mensen dat er... Ja, maar je kon dan ook, had je de bouwtekening erbij. Dus dat mag... Ah ja, de bouwtekening erbij, ja. En alle stukken bamboe zijn met elastiek aan elkaar bevestigd. Dus het hele kunst... Ja, en tie-ups voor de veiligheid, dat het langer kan blijven staan. Want het moet dus nu nog opgericht worden. Ik zie er dus nu de letters nog niet in die op uw shirt staan. Nee, het ligt nou nog plat. En straks om 11 uur, dan komen er heel veel mensen en dan gaan we ze gewoon rechtzetten. Met vereende kracht. Is dat spannend? Dat is voor de meeste mensen heel spannend. Het waait niet, hè? Nee, maar het kan ook wel wat hebben. Maar ja, nu is het 12 meter plat. En als het dadelijk 12 meter hoog is, dan is het toch een heel ander beeld. Dus... Hoe lang blijft het staan? Dat ligt aan heel veel factoren waar wij geen invloed op hebben. Maar als de elementen en de mensen meewerken, dan kan het meer dan een maand blijven staan. Onder de bouwers van het bamboekunstwerk ontmoeten we een jonge Chileense architecte. Hoe wist zij van dit bijzondere project in Uden? Well, I came from Hollywood in the beginning. And then by internet I found Anton. I wrote the email and he invited me to come and enjoy to see his work. It is unique and the work I think is what he doing is nobody used. So it's unique. It's unique. It's amazing. Yeah, I working with a lot of people around in China, in Thailand, India. And always Latin with bamboo. America, always with bamboo. And the season they quite similar each other, but just that is completely different. Is this art or is this technique? I think it's both. Both. Yeah, it's art. If you see the detail and what the people, you know, working, children and just try to learn and enjoy. This is part of the art. En dan komen we een klein uurtje later warempel de burgemeesters van Veghel en Uden tegen in een wel zeer onalledaags vervoermiddel. En burgemeester Vos had kennelijk de strijd om het stuur gewonnen. Nou, we hebben in goed overleg afgesproken dat ik in de gemeente Uden toch op de plek mocht zitten waar het stuur zich bevindt. En u hebt daar geen moeite mee, meneer Frankfurt? Als ik de rem mag bedienen, niet. Het is een uniek moment. Om verschillende redenen. Het is een uniek moment, nu toch officieel gevierd wordt, dat we een A50 hebben die opengesteld gaat worden voor het verkeer. Het is een uniek moment dat wij een Udense kunstenaar de gelegenheid hebben kunnen geven zo'n mooi kunstwerk te maken. En het is ook uniek dat zoveel mensen daar nu van genieten. Vele handen maken licht werk. Allereerst bij het vervaardigen van het bamboekunstwerk, zoals Antoon Versteegde ons al eerder vertelde. En ook nu weer bij het rechtopzetten van de 4, 12 meter hoge letters. Feestritme gaande.